Dit voorjaar wordt Miss Friesland gekozen. Op 3 april is de casting in het Smelnerhuis in Drachten en op 7 mei de verkiezing in Postplaza in Leeuwarden. Miss Friesland Boutje Boerma, die in 2008 werd gekozen tot de mooiste van onze provincie, heeft zelf de organisatie in de handen genomen. Zij heeft de licentie voor de verkiezingen in Groningen en Friesland. Tientallen aanmeldingen zijn al binnen in beide provincies. Boutje rekent op minimaal 100 aspirantmissen in Friesland. Ben jij door alle zenuwen heen? Ja, absoluut. Ja, in het begin ook. Ik was er eigenlijk helemaal niet zenuwachtig. Maar toen ik er stond, toen begon mijn been te trillen. Ik denk, oh, doe normaal, blijf stilstaan. Nee, ik vind het alleen maar leuk. Boutje, hoe lang ben jij nou al Miss Friesland? Al bijna 3 jaar. Hoe komt dat? Is dat niet elk jaar? Nee, in 2008 was voor het laatste Miss Friesland verkiezing. En in 2009 is de Miss Nederland organisatie overgenomen door Kim Kutter. Mm-hmm. En vanaf dat moment zijn zij de Miss Nederland verkiezing gaan organiseren. En vanaf dit jaar zijn zij licentiehouders gaan zoeken voor elke provincie. Laten we eerst bij jou kijken. Hoe ben jij Miss geworden? Ik ben in 2007 opgegeven voor de Miss Friesland verkiezing. Ik heb in dat jaar meegedaan. Ben toen tweede geworden, want ze vonden mij in dat jaar te jong. Dus ze hebben tegen mij gezegd van doe volgend jaar mee en dan maak je een goede kans om Miss Friesland te worden. Heb ik gedaan. Ben naar Amsterdam gegaan, waar de castingdag toen was. Er waren heel veel meiden van alle provincies. Het was niet echt een provincieverkiezing. Mm-hmm. Ik moest een jury, ik moest vragen beantwoorden, ik werd op foto gezet. En de volgende dag werd ik gebeld, je bent Miss Friesland. Dus dat ging heel makkelijk eigenlijk. Oh, dan ga jij nu de mensen veel moeilijker maken dus. Ik ga het ze veel moeilijker maken, maar ook veel leuker. Mm-hmm. Het wordt dit jaar echt een leuke verkiezing. Het wordt een echte misverkiezing met kroontje, met sjerp, alles erop en eraan. Het wordt een leuke show. Hoe ben jij aan deze licentie gekomen? Nou, ik had natuurlijk goed contact met Kim Kutter vanuit de Miss Nederland organisatie. En zij heeft mij benaderd en gevraagd of ik licentiehouder wou worden voor de Miss Friesland verkiezing. En toen ben ik met haar in gesprek gegaan. Ik heb uiteindelijk dat geaccepteerd. En ze zocht ook iemand voor Groningen. Dus ik heb Groningen er ook bij genomen. Ik zit hier in Halenwijk natuurlijk mooi op de grens. Maar is dat niet een enorme investering? Want volgens mij is dat toch een dure klus wat jij nu gaat doen. Ja, dat kost zeker geld. De licentie koop je, die krijg je niet. Mm-hmm. Dus daar heb je geld voor nodig. Maar je hebt ook zeker geld nodig om het evenement te organiseren. Natuurlijk proberen wij zoveel mogelijk te doen door middel van sponsoren. Maar ook hebben wij zeker geld nodig. In mijn jeugd, 300 jaar geleden, was een mis een dom blondje. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden en dat is ook zeker niet meer zo. Nee, we zijn zeker op zoek naar een meisje wat ook heel intelligent is en wat gewoon haar woordje klaar heeft. Ze moet iets te vertellen hebben. Het moet zeker geen dom blondje zijn. Tuurlijk is het belangrijk dat ze een goed uiterlijk heeft, dat ze er goed uitziet, verzorgd uitziet. Maar het moet zeker iets te vertellen hebben. Want een meisje wat niks te vertellen heeft, die kan ik ook niet naar de Miss Nederland verkiezing sturen. Vertel, hoe gaat het tot op heden? Want je bent al een paar weken bezig. Ja, we zijn nu een paar weken bezig. We hebben natuurlijk dit jaar minder tijd dan dat we volgend jaar zullen hebben. Maar er kunnen nog zeker wat aanmeldingen bij. We zijn voor Friesland al redelijk op weg. We hebben redelijk wat aanmeldingen. Hoeveel moet je er hebben en hoeveel heb je er? Nou, ik wil toch zeker nog 60 aanmeldingen. Oké. Okay. Dus het streven is toch zeker richting de 100 à 150 aanmeldingen te gaan. Meiden die zich nog willen aanmelden, hoe moeten ze dat doen? Nou, ze kunnen naar de website gaan, www.missfriesland.nl. Eigenlijk is dat het makkelijkst om te doen, want daar staat wat wij verwachten van de meiden. Wat ze in het mailtje naar ons toe moeten sturen. Dus het zijn bijvoorbeeld 3 foto's, motivatie. Maar alles staat puntgewijs op de website. En ook op de website komen alle nieuwsitems te staan. Alle nieuwtjes, dingen, alles staat op de website. Dus dat is eigenlijk het makkelijkst om te doen.